Er zijn onregelmatigheden geweest gedurende het bewind van Glen Gersie als governor van de Centrale Bank van Suriname, CBVS, van 1 februari 2016 tot en met 15 februari 2019. Dit liet minister Gilmour Hoefdraad van Financiën gisteravond optekenen via het Nationaal Informatie Instituut NII. Een van de onregelmatigheden is dat de US-dollarverkopen aan Sol voor olieimporten niet langer rechtstreeks door de moederbank werden gedaan, maar via een constructie met de Hagerinbank en de Surinaamse Bank. Het gevolg hiervan is dat er enorme koersverliezen zijn geleden, zegt Hoefdraad. Gersie heeft dit vandaag in de media. De beweringen van Hoefdraad ten stelligste ontkend. Tijdens de openbare vergadering in DNA vandaag ging Hoefdraad nader in op deze kwestie. Over het ontslag van Gersie bleef hij onduidelijk. De financiënminister deed echter uit de doeken dat hij gebruik maakt van artikel 1 van de bankwet om voorschotten op te nemen voor regeringsprojecten. Dankzij sprake van een groei van het BBP is er voor de regering onvoldoende financieringsruimte om economisch herstel verder te bewerkstelligen. Dit brengt enorme risico's met zich mee voor de economie in het algemeen en het monetair en budgetair beleid in het bijzonder. Uit projecties dat in 2019 zullen geschieden, blijkt reeds dat veel trekkingen zullen volgen die mogelijk zullen stuiten vanwege deze wet. Omdat door de negatieve BBP en stijgende wisselkoers in de afgelopen jaren de schuldenratio zijn gestegen zonder dat er nieuwe leningen waren gesloten. Om de genoemde reden wordt artikel 21 van de bankwet wederom toepasbaar gemaakt, uiteraard met een achtneming van de bepalingen in het artikel. Op elk moment mogen de voorschotten afzonderlijk en gecumuleerd niet meer bedragen dan 10% van de geraamde lopende inkomsten van de staat volgens de laatst goedgekeurde begroting. Ondanks aandringen van de oppositie bleef Hoefdraad gereserveerd over het ontslag van Gersie. De minister motiveerde dat hij ex-governor niet zonder meer wilde bespreken. Hij beweerde over correspondentie tussen hem en Gersie te beschikken, die hij naar zijn zeggen niet kon openbaren zonder in conclaaf te treden met Gersie. Absoluut niet tegen de persoon van de heer Gersie. Het is absoluut niet onze bedoeling om er een lange discussie over te maken. De heer Gersie heeft het land gediend tot waar hij kon in een periode van enorme instabiliteit. Wij danken hem hiervoor, maar wij moeten verder. En we moeten ervoor zorgen dat de regering en de instituten die daaronder vallen allemaal op lijn zijn. Ik dank u. Wij zijn tot de conclusie gekomen dat met de presentatie van het verhaal van de minister, hij juist het parlement meer aanleiding geeft om meer vragen te stellen. En het eerste beroep wat we hebben als oppositievoorzitter, dat de minister vandaag alle vragen hier gaat beantwoorden. Want wij komen straks met de vragen en dat hij beschikbaar is met al zijn deskundigen om alle vragen hier te beantwoorden. Voorzitter, dat is één, voorzitter. Voorzitter, de minister heeft zelf gezegd dat hij staat achter transparantie. Maar we horen de minister praten over briefwisseling. Ja, maar nu gaat hij niet meer naar aanleiding van Nee. Ja? Dat wil ik even meegeven, voordat we naar die vragen gaan. De minister heeft het gehad over briefwisseling. Ik weet niet of hij die briefwisseling heeft gestuurd. Dat is één brief van de minister naar de governor. Dan weer een reactie van de governor naar de minister. En dan praat hij over een ontslag. Ik ga ervan uit dat er een ontslagresolutie is. Ik wil vragen of de minister dit naar u toegestuurd is, maar wij als parlementariërs hebben dat niet gehad. Maar willen we een goede discussie hebben, voorzitter, willen we een goede discussie hebben, dan zal de regering onmiddellijk al deze documenten hier moeten sturen. Want we willen weten wat er in staat, voorzitter. Enkele fragmenten uit de vergadering van vandaag met betrekking tot het ontslag van Glen Gersie, governor van de Centrale Bank van Suriname.